Gert-Jan Karsten verliest tegen een zeer effectief Excelsior Maassluis. Hoe kwam dat? Ja, een slecht begin van de wedstrijd. Hè. We spreken af ver van de goal af vandaag. Want als je rond de 16 bent, gooi je alles op vink. Dat deden we eigenlijk wel goed. Maar ja, als je dan van 30 meter geen druk op de bal geeft, schieten hun twee keer raak. Ja, en ik heb letterlijk in de bespreking gezegd, jongens, de eerste twee kansen die ze krijgen, schieten ze er altijd in tegen ons. Dus wees er nou beducht op, zorg dat je agressief bent. Ja, dat waren we niet. Ja, na de 2-0 hadden wij wel alle balbezit van de wedstrijd. Maar dat hadden we vorig jaar in de thuiswedstrijd met 0-3 en uit ook continu. Dat vinden hun niet erg. En wij hebben daar gewoon de eerste helft onvoldoende tegenover gezet. Ja, toch kreeg je wel die kansen waarvan je denkt, nou, als je die maakt, dan kom je eerder terug in die wedstrijd. Ja, goed, wij kregen voor de rust nog een hele grote kans. Pakte keeper schitterend en een paar keer een halve kans. Maar ook daarin waren we niet scherp. Voor de rust gaven we gewoon niet thuis. Ik denk dat we met Bouws op rechtsback en Geurt centraal met Koos ernaast, dat beter stond. Joël was vandaag in de duels ongelukkig en we wouden meer voetbal hebben, want daar kwam elke keer de bal. Met Glenn hebben we daar een paas neergezet. En dan hoop je met Sargon met fris bloed. Twee wissels. En dan denk ik dat we het eerste half uur na de rust heel veel druk ontwikkeld hebben. Zonder heel veel kansen te krijgen. Maar toch een aantal momenten wel geen penalty situaties. Een aantal momenten dat we wel de kans kregen. Maar net niet scherp genoeg waren. Maken we toch de mooie goal. Blij voor Sargon dat hij eindelijk een schitterend doelpunt maakt. Ja, en daarna nog 5 of 10 minuten aangezien. En dan probeer je 7 minuten voor tijd Koos erbij te zetten. En dan probeer je de jongens die een voorzet vanaf de zijkant gunnen geven. Die probeer je daar neer te zetten. Ja, maar dan weet je ook dat je met voorin blijft hangen met 3-4 man. Om die 2-2 te forceren. En dan weet je ook als hij dan tegenvalt, ja, dan is het klaar. Ja, traditioneel natuurlijk ook een lastige pot. Zeker hier uit. Van Rijsdijk heeft HNC nog niet gewonnen. Ja, ga je dan ook calculeer je dit verlies dan ook in? Nee, vind ik niet. We hebben ook niet aangetoond dat we de mindere ploeg zijn, maar we hebben wel verloren. En we hebben vooral van onszelf verloren, omdat we in de eerste 20 minuten niet agressief waren. Als je 2-0 achter komt tegen deze ploeg, draai je dat niet maar zo om. En ze zijn hier ongeslagen, dat wisten we. Ze hebben goede resultaten ingezet, maar ze hadden uiteindelijk maar een punt minder dan ons. En nu 2 meer dan ons. Dus het is allemaal heel gelijkwaardig, maar dan moet je scherp zijn. Nou, en als wij vandaag de eerste 20 minuten niet scherp zijn, dan gebeurt dit, kom je achter. En dan knok je je wel terug tot 2-1. Ja, dan is het in de laatste 5 minuten probeer je gelijk te maken. En dan weet je ook dat het risico daar is dat dit gebeurt. En dan vind ik de 4-1 wel geflatteerd. Maar ja, dat zit opgesloten in de gok die je neemt aan het einde.